Er is veel over gesproken, maar zondag is het dan eindelijk zover. Het straatfeest op de Sint-Jacobslaan in Nijmegen. Organisator Hans Huisman is blij dat het toch zover gekomen is. We zijn 3 jaar geleden was hier een reconstructie in de straat. En dat wilden wij graag vieren met een soort braderie hier in de straat. Met wat kramen en wat leuke muziek. Maar dat ging helaas niet door wegens dat het de gemeente niet lukte om een omleiding te bedenken voor de busroutes. En toen hebben we vorig jaar een nieuwe poging gedaan. En een week van tevoren hetzelfde verhaal. Maar dat bleek een vergissing van ambtenaren te zijn. Een hele hoop dingen misgegaan. Maar in ieder geval, burgemeester Broos heeft ingegrepen en die heeft beloofd dat het allemaal dit jaar mag doorgaan. Hebben wij voor de veiligheid toch gekozen om dankzij de medewerking van Albert Heijn en Excel hier op de Jacobslaan dit te laten doorgaan. En aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, dan beginnen we hier met de braderie om 11 uur en vanaf 1 uur. Leuke muziek met Nijmeegse artiesten, een DJ, het popkoor van Encore, die komen om 3 uur. En een kleine 40 kramen staan daar die hun waren aanbieden. En in ieder geval een gezellige dag met de buurt te maken. Waar het eigenlijk ooit voor bedoeld is geweest, dat mensen die overlast hebben gehad, de winkeliers die laten zien dat we weer een hartstikke openbare weg hebben die bereikbaar is voor iedereen. Dat was in eerste instantie de insteek. En ik hoop dat dat dan met een enige vertraging van 2 jaar alsnog plaats gaat vinden. We hebben er heel veel zin in. Het lijkt me hartstikke leuk. Het is de eerste keer dat we dat met z'n allen hier doen. En als het inderdaad zo is zoals wij hopen dat het gaat, dan zal het ook zeker nog een vervolg krijgen.